50 Oekraïense vluchtelingen hebben op maandag een sleutel gekregen van hun woonunit aan de burgemeester Krezelaan in De Lier. De nieuwe bewoners zijn eerst opgevangen in Vluchtenburg en daarna in een hotel in Rijswijk. Maar nu kunnen zij dus verhuizen naar de nieuw geplaatste woonunits in De Lier. In eerste instantie is er plek voor 50 bewoners. Eind september arriveert de tweede groep van 50 Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om langdurige opvang van 6 maanden tot 3 jaar. Op het terrein staan woonunits voor kleine gezinnen van 2 tot 3 personen, maar ook units waar grotere gezinnen in kunnen.